Yo, Games for Game, Max Wakker bij een nieuwe Mindtopia video, mensen. Vandaag zijn we weer terug op Mindtopia. En vandaag een speciale video. En deze jongen heeft wat eten. Nou, hier krijgt hij wat eten van mij. Vandaag een speciale video. En vandaag gaan we iets super tofs weggeven. Ik ben namelijk laatst naar een veiling geweest. En het was de, als ik het goed heb, de Time veiling in Mindtopia, volgens mij. Ja, de Time, want hij is van de video, dat weet ik. En toen was er een Orange Diamond Enchanted Legging. En ik dacht, zal ik die gewoon een keer kopen voor de grap? Het was eigenlijk meer een battle tussen mij en iemand om te kopen. En ik had hem voor best goedkoop gekocht. En ik dacht, misschien is dat leuk voor een giveaway. Dus ik had gisteren een livestream gedaan. En een giveaway aangekondigd eigenlijk. En in deze video geef ik die ook aan dat je die kan winnen. Ik vertel zo meteen ook hoe je die kan winnen. En we gaan vandaag nog wat extra dingen weggeven. We hebben gisteren ook in de stream wat dingen weggeven. Voor alle mensen die dus niet bij de stream konden zijn, hebben we in deze video dus ook nog wat dingen die we weg gaan geven. Met als spektakel de Orange Diamond Enchanted Legging. Ik loop er even naartoe. Hij ligt in Cosmopolitan. Dus dan moeten we eventjes naar Cosmopolitan doen. Ik neem altijd deze weg via Gradle. Dat is de snelste weg die ik ken. Ik weet dat er andere snellere wegen zijn. Alleen die ken ik niet helemaal. Dus daarom neem ik deze weg meestal. Maar dat is dus de reden. Eigenlijk een beetje groot feest vandaag. Want jullie kunnen veel winnen. En wie wilde nou niet een Orange Diamond Enchanted Legendary 7 broek? Ik had hem voor 100 nog wat k gekocht op de veiling. Dat weet ik nog wel. Iets van 150 volgens mij. Zoiets. Ik weet niet meer precies. Ik heb het ook niet opgenomen. Dus ik kan het ook niet terugzien. En het is best druk nog in Cosmopolitan. Het is pas kwart voor twee. Er zijn best wel wat mensen. Normaal zie je niet zo druk. Maar in ieder geval, ik loop er even heen. Dus in mijn appartement in Cosmopolitan. Het lijkt hier wel een beetje met inladen. Ik weet niet hoe het komt. Maar ik denk door de grote gebouwen. Nou, eens kijken of die hier nog. Ja, nu valt wel mee. Wat zijn mensen hier aan het doen? Is dit een kledingwinkel? Ja, dat is een kledingwinkel. Nou ja, ik heb geen kleding nodig, want ik ga het al weggeven. Dus ik heb zeker niks nodig. Niet zo grappig, hebben ze van die bankjes gemaakt. Zal ik mijn boot eigenlijk gewoon hier voor mijn deur laten plaatsen? Dan koop ik gewoon een stukje hier zo en dan laat ik mijn grote boot er plaatsen. Daar staat nou altijd midden in Mindtopia nog. En ja, wat heb ik er eigenlijk? Ik kom er eigenlijk nooit, dus ik kan er eigenlijk beter. Kijk, gewoon hier zo. Of misschien daar staat nog geen boot. Hier zou die wel eigenlijk passen. Gewoon daar is mijn appartement en dan zet ik hem gewoon hier neer. Als dat mag, want dit zijn woonboten volgens mij. Hier is wel een mooi plekje vind ik voor mijn boot. Dan gaan we even kijken of dat mogelijk is. Daar heb je ook al een hele grote boot staan met allemaal appartementen. Maar dat maakt niet uit. Nou, we zijn bij het appartement. En dan gaan we eens even kijken. In ieder geval, als je een tof video vindt, doe even een like. En vergeet zeker niet te abonneren, mensen. Het lijkt hier altijd heel even. Oh, ik heb mijn deur nog openstaan trouwens. Ja, het komt op het moment dat we hier gisteren een dikke giveaway party hebben gedaan. Met de deel of houderspel hebben we hier gedaan. Waar echt iets van 40 mensen hier binnen was. Kapot grappig. En we hebben heel wat Max en ook één mensen weggegeven. Deze video zullen we er, weet je wat. Zometeen kan je die gewoon erbij winnen. Dan vertel ik wel gewoon ook wat je daarvoor moet doen. Even kijken, ik heb er nog eentje hier. Is dat alles wat ik er nog van heb? Heb ik er nog maar eentje? Volgens mij heb ik er echt nog maar eentje. Nou, dan ga ik er binnenkort even weer inkopen. Ah, hier hebben we er nog. Ja, nee, die moet ik even laten hangen. Weet je wat, mensen? Dan koop ik binnenkort wel gewoon wat nieuwe heads in. Oeh, wapenstuk. Ja, dan zien jullie ook een beetje wat nog voor spullen ik heb. We kunnen wel... Kijk, heb ik die nog ergens liggen, die dingen, of niet? Nee. Nou, in ieder geval, ik heb niet meer heads, want ik heb er gisteren iets van 30 weggegeven in de livestream, maar dat maakt niet uit. Ik ga ze gewoon opnieuw inkopen en wil je dus ook de Max in de Gamer head winnen, dan kan je gewoon winnen bij de Orange Diamond. Dus wat moet je doen om dit mooie dingetje te winnen? Zie je, niet gedamaged Orange Diamond Leggings Enchanted Legendary 7. En het is diamond, zoals je kan zien. Ik vind het de mooiste diamond kleur die er is. Orange diamond vind ik zelf. En ja, ik dacht voor 150k, ik kan hem maar kopen. Maar ja, ik ga hem toch nooit aandoen, want ik heb altijd dit Mibora setje aan. En ja, ik dacht, dan geef hem maar gewoon een keer weg. En dan hebben we ook een keer een dikke giveaway weer. Deze hou ik, dat is mijn eigen diamond setje natuurlijk, voor de veiligheid. Dus hoe kan je deze winnen? Heel simpel. Ik heb een tweet geplaatst op Twitter. Die tweet zal ook in de beschrijving staan. Dus moet je even in de beschrijving kijken.
En op die tweet moet je gewoon eventjes retweeten en tag gewoon even 3 vrienden of zo in die tweet. Dus je hoeft alleen maar die tweet te retweeten en een paar vrienden te taggen. En volg mij natuurlijk even op mijn Twitter, dat zal wel handig zijn, anders kan ik je niet contacteren. En je moet natuurlijk even deze video liken en gewoon abonneren. Maar ja, dat zal wel iedereen gedaan hebben die deze video kijkt. Want ja, hoe kom je anders bij deze video? Ja, misschien door Twitter, dat kan wel natuurlijk. Maar je moet dus gewoon retweeten. Hey, ik zal hem even aan doen. Ik zal dit even uitdoen. Kijk, hij is echt tof, man. Stel je voor, als je een full setje van hem hebt, dat is wel echt lauw. Maar ik heb geen full setje, anders had ik hem gehouden. Als ik een full setje had, had ik hem gehouden. Ja, om dit eens te winnen, retweet tweet. De tweet staat ook in de beschrijving. Ik zal wel gewoon de tweetlink direct sturen, dat je gewoon naar die tweet kan gaan. En gewoon retweeten, tag wat vrienden van je en follow me op Twitter en like deze video en abonneer. Dat is het enige wat je moet doen om deze broek te winnen. En dan maken we in de volgende Mindtopia video maken we dus bekend wie deze broek heeft gewonnen. Dus dan gaan we dat dan bekendmaken. Dat lijkt me wel zo eerlijk. Dan doe ik wel in beeld laten komen zo'n randomizer voor iedereen heeft gewonnen. Dus we doen het natuurlijk gewoon met een randomizer. En dan hebben we een winnaar denk ik. Dus dat is het plan denk ik. En het uitzicht van mij jongen, ziet er echt groot man, die boot daar jongen, en de tweede kamer. Alleen dit gebouw, dit lelijke gebouw mag eigenlijk wel weg man. Het staat gewoon vol met van die... Zou het eigenlijk al gekocht zijn? Ik ben best benieuwd, ik ga eens even kijken. Kijk, nou in ieder geval, dat is dus hoe je die broek kan winnen, dan weten jullie dat ook weer. En dan kunnen jullie ondertussen allemaal eventjes na deze video naar Twitter gaan, of de meesten doen het waarschijnlijk nu al. Wat is dit gebouw? Wat hebben ze ervan gemaakt? Ah, ze hebben het recordgebouw ervan gemaakt. Maar boven staat het helemaal leeg. Dat is een beetje raar. Ik moet eigenlijk nog wat records gaan zetten, mensen. Staat er nog een record voor mij? Ik weet het niet. Ik ben best benieuwd. Ik ga eens kijken. Voor mij niet meer. Ik had er wel een paar. Ik had een paar records, maar... Ze zijn denk ik allemaal... Was het alles? Ah, kijk. Volgens mij zag ik er eentje, hoor. Volgens mij zag ik er eentje. Zat hier nog eentje? Nee. Kijk. Ik heb nog het duurste plot ooit gekocht. 3,1 miljoen. Oh, ja. Dit is nog van de Cutraxia tijd mensen. Ik heb ondertussen al een plot van 8 miljoen. Hoeveel kostte die? 8 miljoen gekocht in Malibu. Dus het is eigenlijk al veel meer. Maar ik heb nog steeds... Het was een Atlanta. Of Atlanta Cutraxia bedoel ik. Daar had ik het plot van 3,1 miljoen waar mijn oude kledingwinkel was. Dat was al toen het duurste plot. De meeste winst op de stok, die kan ik ook verbreken. Ik heb een keer boven de miljoen gehaald. Ik kan het nu eens verbreken. Dan gaan we binnenkort even allemaal updaten. Grootste plot en oppervlakte. Ik weet niet of ik dat kan verbreken met mijn Malibu plot. Ik denk het niet. Kijk. Er zijn allemaal een beetje domme. Ja. Dingen. Meeste GSM dingen. Snelste ronde. Meeste mensen. Nee, deze kan ik denk ik niet verbreken. Onder misschien kijken. Deze kan ik wel verbreken, denk ik. '81 dagen stokmarkt, daar ben ik ook wel hoger geweest. Even kijken, doen we. Deze kan ik nog even kijken. Meeste keer opgepakt, 21 keer. Van het hoogste gebouw gesprongen. Meeste Empire Wands. Oké, ik denk dat ik er wel een paar kan zetten en verbreken. Want ik ga gewoon proberen 8 records te pakken. Dan sta ik daar. Dat zou wel grappig zijn. Meeste staatsbedrijven. Shotjes. Drankjes. Nou, ik kan ook wel 73 contacten maken in mijn gsm. Duurste inrichting. Die van mij is meer. Ik had een inrichting van 3 miljoen op mijn veiling.
zoiets. Tenminste. Ja, dan moeten we die records van Red Maniac verbreken, want dan krijgt hij er weer eentje minder en ik er weer eentje bij. Dan is het makkelijker om er mee te halen. En voor de rest zie ik niet meer iets wat ik kan verbreken. Nee, voor de rest niet echt iets wat ik kan verbreken. Misschien wat nieuwe dingen dat ik kan gaan doen. Dus ja, grootste huizen, Malibu of zo, weet ik veel. Zulke dingen kunnen we vast wel doen. Daar ga ik wel iets op verzinnen. Maar dit was eigenlijk de video, mensen. Wil je dus die Orange Diamond Enchanted winnen? Retweet even mijn tweet op Twitter. Tag even een paar mensen. Volg mij op Twitter. En follow mij op YouTube. En like deze video natuurlijk. Dus ja, link in de beschrijving van alles. En bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. En deze video te liken. En ja, vergeet zeker niet in de beschrijving te kijken. Want daar staat het linkje. En dan doei!